In deze videodemonstratie presenteer ik de Phoenix LD20, het meest verkochte Phoenix model. De Phoenix LD20 werkt op twee type AA penlight batterijen. Deze zijn voordelig en overal verkrijgbaar. Naast gewone batterijen werkt de LD20 ook uitstekend op oplaadbare batterijen. Voor mensen die de lamp vaak gebruiken is dit zelfs een beter alternatief. A is het natuurlijk zuiniger en B wordt de brandduur van de lamp ook iets langer. De LD20 heeft 6 standen, 4 verschillende lichtniveaus en 2 knipperstanden. Ik zal beginnen met het demonstreren van de laagste stand. Deze krijg ik door de schakelaar in te drukken. Druk ik de schakelaar vervolgens half in, krijg ik de tweede stand. Doe ik die nogmaals de derde stand. En bij de derde keer krijg ik de SOS-stand. Als ik de lampkop van de LD20 vervolgens een kwartslag draai en de schakelaar indruk, krijg ik de hoogste stand, de zogenaamde turbo-mode. Als ik vervolgens de schakelaar half indruk, krijg ik de stroboscoop. Het schakelen tussen de verschillende standen kan ook terwijl de lamp aanstaat. Voor de LD20 zijn ook een aantal handige accessoires beschikbaar. Zo is er een rood filter. Door deze op de lampenkop van de LD20 te plaatsen, geeft de LD20 rood licht. Dit is handig voor mensen die licht nodig hebben en daarbij andere om hun heen zo min mogelijk willen storen. Ook is er een witte diffusor. Handig als spreidlicht gewenst is. Denk aan meterkasten, kruipruimtes of een tent. Ook is er een rode verkeerskonus voor signaleringen. Een alternatief voor de LD20 is de LD10. Dit is de kleine versie van de LD20 en werkt op 1 AA batterij. Hierdoor is de brandduur iets korter en de lamp is iets minder fel dan de LD20. Een ander alternatief is de PD30. Deze is iets kleiner dan de LD20 en iets groter dan de LD10, maar is wel de felste van het hele stel. Dit komt door het gebruik van de krachtige lithiumbatterijen. Nadeel van dit type batterij is dat ze duurder zijn in gebruik en minder breed verkrijgbaar dan de gewone AA penlight batterijen. Als mensen heel erg sterk de voorkeur hebben voor oplaadbare batterijen, dan is de LD20 de betere keuze. Een derde alternatief voor de LD20 is de E20. De LD10 en de PD30 hebben hetzelfde aantal standen en mogelijkheden als de LD20. De E20 heeft dit niet, deze heeft slechts 1 stand, maar is daardoor wel in staat om de bundel te focussen. Dit is de enige Phoenix die dat kan. Een ander voordeel van deze lamp is dat die voordelig is. En door het focussen van de bundel zal deze lamp, ondanks dat hij een minder aantal lumen heeft dan de LD20, net zo ver kunnen schijnen.